Gemeentebelangen, een onafhankelijke, lokale partij in de gemeente Aalten. Niet gebonden aan een landelijke partij kunnen wij 100% opkomen voor de belangen van alle inwoners. Wij zetten ons actief in voor de leefbaarheid in de kernen en buurtschappen van onze gemeente. Wij zijn voorstander van minder regels en procedures. Inwoners hebben steeds meer behoefte aan keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Onze wens om de welstandscommissie af te schaffen is via een proef gerealiseerd. Iedereen moet langer thuis blijven wonen. En dat betekent dat woningen aangepast moeten worden. Wij hebben actief ingezet op het realiseren van een blijverslening. Een goedkope lening die huiseigenaren de gelegenheid biedt om hun woning levensloopbestendig te maken. Mantelzorg dicht bij huis. Het is nu mogelijk een mantelzorgwoning vergunningsvrij te plaatsen. Hierdoor wordt de afstand tussen degene die zorg nodig heeft en de mantelzorger kleiner. Sinds mijn man dood is, weet ik steeds vaker de weg naar huis niet meer. Volgens de dokter heb ik dementie. Als ik in de war ben, is het zo fijn als iemand me helpt Berenstraat 41 te vinden. Daar woon ik. Samen maken we Nederland dementievriendelijk. Met een klein beetje moeite kunnen we veel voor elkaar betekenen. Kijk wat jij kunt doen op samendementievriendelijk.nl. Op ons initiatief is een voorstel aangenomen om te werken aan een dementievriendelijke gemeente. Door verschillende initiatieven kunnen mensen met een dementie langer thuis blijven wonen en worden mantelzorgers ontzorgd. De Alzheimervereniging heeft ons hiervoor het predicaat dementievriendelijke gemeente toegekend. Onze inzet is een sluitende begroting, waardoor de gemeentelijke belastingen niet stijgen voor onze inwoners. Dat is de afgelopen jaren gelukt binnen de coalitie waar wij deel van uitmaken. Met het Normenfonds is het door ons gewenste buurtbudget gerealiseerd. Inwoners krijgen de mogelijkheid om zelf initiatieven te ontplooien die een positieve bijdrage leveren aan welzijn en dienstverlening in de buurt. Een mooi voorbeeld hiervan is het Scoot to be Here. Jong en oud gaan samen met de scootmobiel op stap. Wij zijn voor uitbreiding van de intergemeentelijke samenwerking met onze Achterhoekse en Duitse buren. Duitse les op basisscholen, gegeven door vrijwilligers en het buurtaalproject voor middelbare scholen, zijn hiervan goede voorbeelden. Ons motto: geef de ondernemer de ruimte en laat hem ondernemen. De zondagopenstelling was een lang gekoesterde wens van ons die gerealiseerd is in deze coalitieperiode. Winkels mogen nu op zon- en feestdagen van 6 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds geopend zijn. Wij hebben heel wat kunnen bereiken door uw steun. Maar blijf ons steunen en kies bij de komende gemeenteraadsverkiezingen voor ons. Gemeentebelangen. Kies voor 100% lokaal. We hebben maar één belang. Uw belang.